Een hartoperatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis. De patiënt ondergaat vooraf verschillende onderzoeken, ontmoet meerdere dokters en krijgt veel informatie te verwerken. Goedemiddag, mevrouw Brouwers. Goedendag. Hallo. De operatie zelf is een hele complexe ingreep. Dit gebeurt alleen als hartklachten met medicijnen niet meer te verhelpen zijn. De patiënt wordt behandeld door het hartteam, bestaande uit een cardioloog en een hartchirurg. Er wordt gekeken naar alle onderzoekingen die zijn gedaan. Dan wordt er een beslissing genomen of u bijvoorbeeld gedotterd kunt worden. Dat is een behandeling die door de cardioloog plaatsvindt. Maar het kan ook zijn dat u een hartoperatie nodig heeft die door de hartchirurg wordt uitgevoerd. En als dat zo is, dan komt u op een operatiekamer als deze te liggen. Er zijn ook operaties die worden uitgevoerd door zowel een cardioloog in samenwerking met de hartchirurg. En dat zijn operaties die betreffen bijvoorbeeld een aortaklepvervanging die wij heel klein aanpakken via een klein sneetje in uw lies. En dan gaat er een slangetje opgevoerd worden via de liesslagader naar uw hartklep. De operaties die wij uitvoeren betreffen allerlei soorten hartoperaties, variërend van kransslagaderoperaties tot aortaklepvervangingen en linkszijdige hartklepvervangingen of reparaties. Bij de meeste hartoperaties moet de hartchirurg door het borstbeen van de patiënt om bij het hart te komen. De hartchirurgen van Isela proberen dat waar mogelijk te voorkomen. Je kunt zich voorstellen dat dat wat pijnlijk is. Bij mensen met overgewicht of suikerziekte kan het borstbeen gaan ontsteken. En dat is de reden waarom we toch hebben gezocht naar minder invasieve ingrepen. En dan kom je uit op kijkoperaties met behulp van de robot. Deze kijkoperaties met behulp van de robot hebben wij sinds een aantal jaren tot onze beschikking. En die lenen zich eigenlijk alleen voor patiënten met een probleem aan de linkszijdige hartklep. Deze kan daarmee worden gerepareerd, dan wel vervangen. U kunt zich voorstellen dat u door die kleine wondjes veel beter herstelt, veel minder pijn heeft, weer sneller aan het werk kunt of uw gewone dagelijkse leven oppakken. Een hartoperatie is niet alleen voor de patiënt een ingrijpende gebeurtenis, ook voor de familie. Medewerkers van de dienst familiebegeleiding houden de familieleden op de hoogte van de ontwikkelingen, voor, tijdens en na de operatie. Zij bellen om de 2 uren naar de operatiekamer om te kijken hoe de stand van zaken is en geven dat door aan de familieleden. Wat op de familie toch een hele geruststellende werking heeft. Zij worden op die manier als het ware meegenomen in de operatie. En tot slot bellen wij na de operatie nog even met de contactpersoon van de familie om te vertellen hoe de operatie is gegaan en wat we nog kunnen verwachten van het verloop en wanneer zij de patiënt kunnen opzoeken op de intensive care. Het herstellen van de behandeling of operatie gebeurt ook nog als de patiënt gewoon weer thuis is. In het Leef- en Beweegcentrum van Isela kunnen patiënten een hartrevalidatieprogramma volgen. In dat programma leert de patiënt onder meer omgaan met zijn aandoening. Vaak kan en mag een patiënt meer dan gedacht.